Zullen we de ene laatste maar naar voren gaan zingen dan? Zijn spekjes mee genomen. Ga je ons omkopen? Heb je dit al van je fans gekregen? Heb je toevallig een liedje wat erover gaat? En hoe heet dat liedje? Teddy Bear. Van wie is die? Haak. Die moet jij kennen, Chris. Nou, dat lijkt ook wel een beetje op Teddy Bear, hè? Niet, niet alle beren zijn dik. Ja, maar ik heb hem. Volgens mij. Zullen we maar gaan doen dan? Ja? Hey, voor deze dame alleen natuurlijk ook een groot applaus. Zoals ze dat vroeger zeiden, uit de kunst. Deze is wel lief hoor. Slaap je hier mee? Nee, dat is mijn broer. Nee? Oh, dat zou ik wel horen. Dat is een teddy weer. Maar ik vond het wel mooi hoor, Matthijs. Ja, ik vond het knap. En die, heeft die knuffels de lucht in. Een driedubbele salto en een opvanger. Of verder boven. Daar heb je lang op geoefend, denk ik. Maar weet je wat het probleem is? Wij kunnen er heel veel van vinden, maar wij mogen niet bepalen wie een prijs krijgt. Dus volgens mij mogen we dat aan de jury vragen. Ik vond het een erg mooi optreden. De dans was goed. De beer was leuk. Zat dat je eigen beer trouwens?
Maar we gaan het even niet makkelijk maken. En graag een heel groot applaus voor jou, want jij was de enige van de bovenbouw die in solo was. Dus groot applaus. Ja, Katie. En wat ik knap vind voor jou, dat is dat dit echt een playback is. En jij hebt een hartje gemaakt. En ik ben trots op je hoor, dat je dat hier eentje zo goed hebt gedaan. Mooi, heel mooi. Knap als je alleen bent. Volgens mij ben jij de enigste die alleen gaat bij de bovenbouw. En ben ik heel knap, je hebt een mooie training. Heb je zelf dat stuk nog gedaan? En leuk dat je al meerdere knuffelveren mee had. En goed gedaan. Voor de rest een harde applaus. Handen. Dat lijkt erop, hè? Nou, toch vind ik het wel leuk. Zullen we het nog een keer doen? Dat kan harder!